Ben jij wel eens door het ijs heen gezakt? Ja, ik ben er wel eens doorheen gegaan, maar niet dat ik onder het ijs ben geschoven. Het was vlak bij de kant, op de Oostvaardersplassen. Ja. Dat is een van die plekken waarvan je gaat als het gaat vriezen, waarvan je denkt, nou daar kan het al wel. Maar je kwam wel uit uiteindelijk. Ja, maar het enge was, je denkt, nou ik zit 4 meter van de kant, ik breek even wat ijs los, ik loop er naartoe en ik klim eruit. Nou, dat is toch nog wel mooi een stuk zwaarder dan je denkt hoor. Je zou het door het ijs zakken ook voor kunnen zijn. Een Zweedse professor die heeft onderzoek gedaan naar het geluid dat het ijs maakt als je erop schaatst. Want iedereen zal het herkennen. Ijs kan, zeker als het vers ijs is, een dunne laag, dan gaat het een beetje golven en dan gaat het ook zingen. En dan kan je ook snappen dat er bij bepaalde geluidsgolven dat er inderdaad heel dun ijs aan zit te komen. Ik ga door het ijs heen zakken hier. En dat doe ik omdat veel Nederlanders toch wel een beetje onvoorbereid het ijs op gaan. Zakken hier wel eens mensen door het ijs? Ja, kijk, het is zo dat ook de Zweed is niet gewend dat er schaatsbanen zijn. Van oorsprong gaat de Zweed erop uit zodra er ijs is. Maar die is wel voorbereid. Die kent de risico's. De Nederlander, kijk op het journaal. Er is ijs, 2 centimeter en 1 miljoen Nederlanders zijn op het ijs. Zonder ijsprikkers en dat loopt altijd goed af. Maar het kan ook slecht aflopen. Wat heeft een Zweed allemaal bij zich? De Zweed heeft sowieso de ijsprikkers bij. Hè? Dus zodra je door het ijs heen zakt, dat je er makkelijk weer uit kunt kruipen. Een waterdichte rugzak, droge kleding, fluitje en de stokken om zich af te zetten, maar ook om het ijs te controleren. Sowieso de telefoon dat die droog blijft, dat je de alarmdiensten kunt bellen. Dat is ook hier 112. Nou, dit is echt eng gewoon. Het wordt zo koud en ik heb echt nog geen idee hoe erg de impact gaat zijn. When you get into the water, you don't continue in the direction you are skating. You change. You turn around. You turn 180 degrees. Yeah, the only thing you know is it was good just before it cracked. The second important are the poles. When you are laying in the water and the ice is wet, you need a better grip to draw you out the water. And if the ice is too thin, you can destroy the ice. Yes. Get to the thicker ice. I have it here. It's very easy to get them here. I take it and then I have the poles. Is there something else we have to think about? You need friends to change. Because it's cold, maybe it's 10 degrees below or 20 degrees below. You never manage it for yourself. Never go skating alone. Welkom bij Es Leven de Sport. Vandaag gaan we schaatsen in Zweden. Oké, ik draai me weer om. Ik zwem. Ik pak de pols. En ik zoek uit waar goed ijs is. En dan trek ik me. Ja. Eruit. Nou ja, die tips die Wolfgang dus uitlegde over de backpack. Gelijk omdraaien. Je pols pakken. Alles rustig. Fluiten. Ja, dat werkt gewoon fantastisch. Nou, het was eigenlijk wel een fantastische ervaring.